Hallo jongens, Maurice van Nice to Meet. Wil jij nou een keertje man zijn bij de barbecue? Niet weer die standaardse theetjes of dat hamburgertje. Short ribs. Korean style, galbi short ribs. Deze marineren we lekker en daar gaan we voor gebruiken. Rijstewijn, bulgogi saus, soja, gember, knoflook, limoen, mango, lente-ei om af te garneren straks met wat sesamzaadjes en wat appel. Wij kiezen ervoor om dit sous vide te garen tot ongeveer 48 graden Kelvin. Dat gaan we natuurlijk doen in een vacuümzak. Mocht je die niet hebben, kan je die thuis gewoon in een Ziploc bag met marinade luchtruim weer uitpersen en dan in de koeling even een nachtje laten marineren en dan afgrillen. Mocht je sous vide bad hebben, kan het ook prima met zo'n Ziploc bag. Nou ja, wat gebeurt er als je dit sous vide gaat? Die marinade trekt natuurlijk nog meer erin. En wij gaan ongeveer 2 uurtjes gaan we die garen op 48 graden. Kiepen we die marinade erop. Oh jongens, dit is goodness. Dit is goodness. Je moet natuurlijk overal zitten, hè, die marinade. Kijk. Leg hem zo erin. Leg ze erop. Oké, jongens. De marinade gaan we er nu uithalen. En er zit ook een beetje dat vleesvocht nu bij. En die ribjes die gaan we lekker buiten grillen. Gewoon direct. Hete kolen, 250 graden. Oh, dat ruikt, hè. Oké, jongens, die short ribs zijn dus niet gaar, die zijn rosé. Die gaan we dus buiten afwakkelen. Dan gaan ze echt kleur geven. En dan gaan we een paar keer gaan we lekker die marinade eroverheen drizzelen. En dan doen we het een paar keer draaien totdat die mooie coating krijgt. Hier zitten suikers in, die gaan karamelliseren. En dan straks afmaken met een lenteuitje. Super lekker. Ja, je zal het geluid wel horen. De bordjes hier nu staan, hè. Normaal lopen die dus in één lijn, maar wij hebben ze haaks gezaagd. Dus dit is ook lekker eten straks. Dus je kan lekker rond dat bordje kluiven. Gaan we lekker die marinade nog eroverheen. Zo. Okay, jongens, gaan we draaien. Kijk, wat een kleur we al krijgen. Kleur en smaak, hè? Oké, jongens, we gaan ze eraf halen. Wauw. Oké, jongens, we hebben ze mooi gegaard. Een beetje medium rare zijn ze nog wel. Super zacht vlees. Je ziet al, die beentjes die lopen zo. Hè? Dus eigenlijk loopt hij aan één stuk. En wij hebben ze gezaagd. Korean style. Gaat een beetje van die saus overheen. Ja, dan heb ik natuurlijk gewoon weer fijn proeven. Michiel erbij. Ja, ja. Lenteuitje erop. Kijk, je kan mooi dus tussen die beentjes doorsnijden. Ja? Tas toe. Ik doe mee. Wauw. Hij is goed. Die marinade, jongens.